Marco Borsato blijft in onzekerheid verkeren over de afloop van zijn rechtszaak, die naar verwachting in 2025 van start zal gaan. Het is inmiddels vier jaar geleden sinds de aangifte tegen hem werd ingediend, en Mary, zijn moeder, geeft nu een actuele update over haar zoon. Mary deelt haar gevoelens met weekblad Story en benadrukt de langdurige periode van onzekerheid. Het duurt allemaal heel lang, zegt ze. We moeten nog meer geduld hebben. Het is iets waar we geen invloed op hebben. En als ik zie wat er überhaupt aan rechtszaken nog behandeld moet worden, dan denk ik, er zijn niet genoeg vakmensen. Hoewel Mary details over de rechtszaak vermijdt, verwijst ze naar de bevoegdheid van Marco's advocaten om hierover te spreken. Dat is aan zijn advocaten, antwoordt ze. Ik ben zijn moeder en ik ben er voor hem. We hebben een heel fijn contact met elkaar. Dat is het belangrijkste. Mary deelt dat Marco ondanks de situatie positief blijft. Het is ook niet zo dat ik Marco moet opvrolijken. Integendeel. Hij heeft Godzijdank een positieve instelling en daar redt hij het mee, vervolgt ze. Aan al die narigheid denken we niet. Dat laten we het liefst achter ons. Dat kan nog niet, maar we laten ons leven er niet door bepalen. Enkele maanden geleden liet een goede vriend van Marco weten dat het niet goed gaat met de zanger. Marco's carrière is kapot en ook al zal in de toekomst blijken dat hij niet schuldig is aan wat hem wordt verweten, dan nog is het maar de vraag hoe hij die ooit weer op de rit zal krijgen zei de vriend in gesprek met weekblad privé. Zijn wereld stortte in toen hij van zijn advocaten te horen kreeg dat hem een vervolging staat te wachten. Deze voortdurende onzekerheid werpt ongetwijfeld een schaduw over Marco Borsatos leven en carrière, en het is afwachten hoe de toekomst zich zal ontvouwen.